Het Openbaar Ministerie heeft het jeugddoorgangscentrum in Ikeri geopend. Een belangrijke ontwikkeling voor kinderrechten in Suriname. Dit centrum, opgericht in samenwerking met UNICEF, biedt een veilige omgeving voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in conflict zijn met de wet of extra ondersteuning nodig hebben. De opening vond plaats op 14 augustus 2024 en markeert een gezamenlijke inspanning om de toekomst van de jeugd in Suriname te beschermen en te bevorderen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de FAO hebben de Country Programming Framework ondertekend voor de periode 2023-2026. Dit raamwerk richt zich op drie prioriteitsgebieden: welvaart, mensen en de planeet. Het doel is om internationale best practices te combineren met nationale expertise om de Sustainable Development Goals te behalen. De focus ligt op armoedebestrijding, voedselzekerheid, gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheid. De ondertekening werd bijgewoond door vertegenwoordigers van LVV, FAO en andere ministeries. De procureur-generaal van Suriname, meester Garsha Parag-Singh, heeft op 14 augustus 2024 een boot- en buitenboordmotor overgedragen aan de politie van de regio West-Suriname. Deze uitrusting zal de politie helpen sneller en effectiever te reageren op misdrijven, vooral in moeilijke bereikbare gebieden. De focus ligt op verbetering van de veiligheid en toezicht op waterwegen. Parag-Singh benadrukte het belang van het voorzien van de juiste middelen voor de politie om misdaad te bestrijden en te voorkomen in West-Suriname.